Wil jij de intro doen, of zal ik het doen? Doe jij de intro maar. Ik heb geen goede stem voor. Oké dan. Hallo daar, dames en heren. Dit is Mass Effect 3 met tweemans leger. En God of Rock, a.k.a. Yeah. Jason en Brian. En even kijken, wat kan je allemaal doen? Ben je klaar, Brian? Ik ben al lang klaar, kijk maar. Oké, dan. Gaan we erin. Een tijdje terug. Oh, kut, sorry. Was dat? Ik was trigger happy. En Brian heeft net Mass Effect 2 uitgespeeld, dus verwacht een hoop referenties naar het vorige spel. Net. Ja, dat zal wel komen. alles zit er nog vers in. Helemaal fresh. 9 maart Mass Effect 3. Ja, Normandy 2. Nou, misschien is het dan Normandy 3. Shit. Misschien wordt alles weer opgeblazen. Dan kan je nog een keer... Nou, dat hoop ik niet. Ik ben een beetje gehecht geraakt aan Edie. Ja, hup, dat was reference nummer 1. Rollen. Nee. Ah, dat kon in 2 trouwens niet. Nummer 3. Rollen. Coopers. Waar zijn ze? Geen idee. Waar zijn die bitches? Ik zit van op straat. Daar zo. Centurion. Nou, daar zijn ze. Give me a second. Wat was dat, homie? Oké. Okay. Okay. Ga vechten. Dit bedoel ik, hè? Want je zit nou tegen Cerberus te vechten. En, Oh ja, dit zijn. Spoiler alert: het eind van Mass Effect 2 kan je kiezen of je dat, die waardevolle technologie aan Cerberus geeft of niet. En als je het op een demon aan het spelen bent. Dit is voor mij het geval als je het wel geeft. Ja, misschien. Of misschien is het. Dat ze sterker worden. Ik weet niet, ik ben benieuwd. Ik denk sterker eigenlijk, nu je het zegt. Ja, het zou een beetje onlogisch zijn om. Twee hele verschillende soorten vijanden te maken. Nee, ja, dat is wel. Fuck it! Oh, kom maar. I'm coming for you, baby! Oh. Yeah, man. Give me a sec. Dan denk ik even die thermal clip erin gooien, volgens mij. Hij slaat. Bam! Oh, je leeft. Oh. Ligt naar mij, zijn die vijanden veel sterker dan een. Met Rudy erbij. Ja. Oh. Oh shit, ik word van jouw kant opgenomen. Ja, het is best druk hier. Ik wil het wel. Dat is steeds de eerste ronde, hè, dus Kijk hoor. Dan kunnen we beter rustig aan spelen dan te haasten. Wist je dat je nou een optie hebt in Mass Effect 3 om het op 3 verschillende manieren uit te spelen, weet je, als een wat was het? Als een action film, zo gezegd. Dus alle dialoogopties die je normaal had, die worden verwijderd en die worden automatisch voor je gekozen. Krijg je echt maar alleen filmpjes. En je had er nog één, die was ik vergeten. En je hebt die oude variant van Mass Effect. Zeg maar die hier gewend bent. Wat is de oude variant van Mass Effect? Ook kut, genade. Die jij net in de... Ik vijf mezelf al. Nou, dat is zonde, man. Variant. Maakt uit. En je hebt die... Krijg toch elke ronde weer een nieuwe, of niet? Nee. Ik heb maar eentje. You only have one. Ik heb nu gewoon... Gewoon alles wat ik ooit in de demo zou krijgen, dat heb ik niet verspild. Of de volgende keer als we opnieuw beginnen. Nee, je moet kopen voor de kerst was het. Nou, dat is balen. Ja, best wel, ja. Dat wist ik niet. Ik heb een sub-systeem gekocht. Oh shit, ik krijg steeds meer shit. Uh-oh. Foutje.
mistake on my part. Ja, ze is fucking Russian is op man. Ah, ik werd gelijk neergetrapt. Ben je nog levend? Moet overleven! Nee! Het ziet er een beetje slecht voor je uit. Waarom laat hem liggen en ik krijg ineens een trap tegen mijn kont, ja hoor. Oh, ja, lekker. Wat gebeurde? Uh-oh. Dat was poging nummer 1. Even kijken. Wat is wapenwisselen? Nee. X. Ja, je hebt nou die LB nog niet, omdat je maar 2 wapens hebt, geloof ik. Ja, precies. Woe! 4000 XP en level up! Nice. Even wachten, even die powers doen. Kijk, ik heb 3 punten. Ik kan je anders ga ik doen. Rudy een bericht sturen, of hij ook nog komt. Stop pingen. Pak je telefoon. Waar de fuck is mijn telefoon? Oh god, ik weet al waar die ligt. Waar ligt die? Hoppa! Ja. Ik heb mijn bed net opgemaakt, maar op de makkelijke manier. Dus gewoon dat deken eroverheen gegooid. En al mijn spullen liggen er nog onder. Zo, ik ga er even pingen. Even kijken. Geniaal. Toen ik Mass Effect 3 wilde doen, wilde mijn autocorrectie effect maken, in plaats van effect, wilde die effectenmakelaar maken. Lijkt er nog wel eens op. Nee, ja, effect, maar dan moest je niet meteen een makelaar erachter zetten. Dus... Maar zijn telefoon staat uit, man. Oh, serieus? Op zijn internet doet het niet. Want ik krijg geen... Een R of een D. Ja. Okido. Ben je klaar? Ja, ik ben klaar. Ja. Poging nummer 2. Ik ben benieuwd. Ik vind dit al zo'n kutscherm. Je probeert het altijd te onthouden, dan kijk je heel snel en dan begint het spel en dan ben je alles alweer kwijt. Ja, ja, ja. Ik hoop wel dat de dingen die je nu haalt, weet je, de extra powers, dat die worden overgedragen naar deel 3. Met. Hoe bedoel je, degene die je in de demo had? Ja, want we zijn nu level 6, Vanguard bijvoorbeeld. 4. Dat soort dingen. Dat is iets van moeten we wel hebben. Wave 1. Hey, wat zit er eigenlijk op onze rug? Ik wil even zien. Ja, dat streepje. Dat is een maffe ding, dat hier heeft dat extra witte wapen lijkt het wel. Ik kan het niet gebruiken. Misschien is het gewoon een wapenslot. Nou, oké. Okay. Later, omdat het nu een demo is, dat je maar een paar wapens kwijt kan. Sniper goes warrior. Sniper goes warrior. Headshot. Headshot points. Headshot points. Sniper goes warrior. En mocht jij uit. Tering, wat is het druk. Veel te druk. Om af te vragen waarom het zo druk is. Ja, dat scheelt van de wijk. Tering, hè? Kom hier. Oh, opgeblazen is een gek gun. Ah. Okay. Got you, bro. Big frenzy. Oh. Hey, hey, hey. Just my head. Oh,
like balls. You might like blue balls. God. Die was gisteren in het vervolg, ik ben helemaal stuk. Hoorde ik ineens chef zingen. Say everybody, have you seen my balls? They're big and tall and brown. Geniaal. Serieus? Ja man, solo. Hoor je zo chef zingen, dat is een nummer echt... Ja, ja. Okay, okay. Fucking gaaf. Ja, waar ga je naartoe? Oké. Okay. Wat is Singularity? Is dat nog verbonden? Gaaf. Ja, dan gaan ze zweven. Dat is niet echt bijzonder veel. Maar... Nee, dat is... Beetje cheap. Oh, ja.